In deze video gaan we kijken naar de online supermarkt Picnic. En ik deel daarin mijn ervaring met jullie. Want ik heb inmiddels 29 bestellingen bij hun gedaan. Uh, ik ga jullie vertellen over hoe de app is: het assortiment, de bestelling, de betaling, de bezorging en de service eromheen. En ik zal ook een kortingscode ter waarde van 5 euro in deze video meedelen. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van PassiefInkomen.nl. Mijn naam is Ruud en op dit kanaal maak ik elke week twee video's over persoonlijke financiën, investeren en beleggen en passief inkomen. Zijn dat nou onderwerpen die jij interessant vindt en meer over wilt zien, abonneer dan op het kanaal. Maar zoals gezegd gaan we het in deze video hebben over Picnic, de online supermarkt. Ik maak hier een video over omdat ik er inmiddels zelf 29 bestellingen heb gedaan. Ik deel graag mijn ervaringen daarmee. En aangezien je er vaak tijd en geld mee kunt besparen, denk ik dat het een goede video is voor mijn kijkers en voor mijn abonnees. En laten we dan beginnen met een korte intro over Picnic. Wat is het bedrijf en wanneer is het opgericht? Nou, het is in opgericht eind 2015, september 2015 om precies te zijn. En het is begonnen in Amersfoort. Het idee was om een online supermarkt op te richten zonder eigen winkels. Maar dat is alles via een distributiecentrum zou gaan en mensen zou via de app bestellen. Op die manier kunnen hun de kosten laag houden omdat ze dus geen winkels hoeven te bezitten en kunnen ze deze kosten, uh, het voordeel van deze kosten eigenlijk dus doorgeven aan de klanten. Dit idee bleek goed aan te slaan en ze konden ook goed beginnen. En begin 2017 zijn er daarom vier grote Nederlandse families hebben in totaal 100 miljoen euro in Picnic gestopt zodat het verder kan groeien. Dit zijn families zoals Ventener en Van Vlissingen. Uh, Hoyer, die bekend zijn geworden door hun belang in Heineken. Van der Wal, bekend van de boni-supermarkt. En de familie De Rijke van het Kruidvat vroeger. Dit geld hebben ze dus kunnen gebruiken om te groeien. En inmiddels is Picnic gegroeid naar 25 hubs in Nederland. Hubs zijn distributiecentra, zeg maar, vanuit daar... Brengen zij bestellingen rond. En inmiddels zijn er ook drie hubs in Duitsland. Hoe komt het nou dat Picnic zo snel populair is geworden? Want je hebt nog concurrenten zoals de Albert Heijn en de Jumbo. Er zijn nog wel meer bezorgservices, maar we berichten ons vooral op die twee anderen. Nou, ten eerste komt dat door het minimumbedrag. Dat is ook de reden voor mij dat ik begonnen ben. Omdat het minimumbedrag voordat ze wanneer ze tijd komen bezorgen, op 25 euro ligt. Zeker aangezien ik alleen met mijn vriendin samenwoon en verder geen kinderen of huisgenoten heb, is het dus bij ons. Niet zo dat we heel veel boodschappen nodig hebben elke week. Die van 25 euro die halen we wel. Dus dan kunnen ze in ieder geval al thuis komen bezorgen. En de bezorging is trouwens ook nog eens gratis. Kijken we nou naar Albert Heijn of naar de Jumbo, dan heb je vaak minstens 70 euro aan boodschappen nodig. En dan worden vaak nog bezorgkosten in rekening gebracht ook nog. Het kan bij deze twee anderen wel zo zijn als je actieartikelen pakt, dat daardoor de bezorgkosten minder worden of komen te vervallen. Maar bij Picnic heb je dus eigenlijk wanneer je minstens 25 euro bestelt, nooit bezorgkosten. En inmiddels komt Picnic 7 dagen in de week bezorgen, dus maandag tot en met zondag. En dat is sinds kort pas, alleen Albert Heijn en Jumbo hebben op dit moment nog steeds alleen maandag tot en met zaterdag dat ze komen bezorgen. Al deze dingen samen hebben ervoor gezorgd dat in ieder geval wij zijn begonnen met Picnic. Zoals gezegd ten eerste een minimumbedrag wat maar 25 euro aan boodschappen is en dat we geen bezorgkosten hoeven te betalen. Nou, ik denk dat dat voor meer mensen interessant is geweest en dat daarom Picnic inmiddels zo is gegroeid. Wil jij nou ook beginnen met Picnic, dan heb ik nog een kortingscode die ik met jou kan delen. Als je bij je eerste bestelling de kortingscode rut 2523 invult, dan krijgen de eerste 50 mensen die dit invullen 5 euro korting op zijn eerste bestelling. Het mooie hieraan is dat jij 5 euro korting krijgt op je bestelling, maar ook ik krijg 5 euro korting op een volgende bestelling. Dus wees er snel bij, want deze code is maar voor 50 mensen geldig. Laten we dan gaan kijken naar de app van Picnic. De app is namelijk het belangrijkste instrument omdat je eigenlijk alles via de app bestelt. Je kunt niet via hun website of zo bestellen. Alles moet via de app op je telefoon. Maar het is wel een heel erg makkelijke app. Als je nou de app opent en je hebt al eerder bestellingen gedaan, dan zie je in het eerste tabblad alle producten die je de laatste tijd vaker hebt besteld. Dat zijn zeg maar je favorieten. Maar als je door de categorieën scrolt boven, kom je eigenlijk langzaamaan door alle categorieën heen. En kun je nou Beneden scrollen om meer producten te zien, of je klikt op het kopje meer en dan krijg je een soort lijstje te zien van subcategorieën binnen deze categorie. Op die manier kun je vaak uh, snel producten zoeken zonder de gebruik te maken van de zoekbalk bovenin het scherm. Als we dan naar het assortiment kijken, dan zien we dat we een uitgebreid assortiment hebben. Picnic wil niet zeggen hoeveel producten ze in totaal in het assortiment hebben zitten. Bij Jumbo is het 20.000 producten en bij Albert Heijn is het 26.000. Maar je kunt in ieder geval zien dat Picnic voldoende assortiment heeft, omdat er eigenlijk altijd genoeg keuze is. Je hebt de keuze uit A-merken. Zoals Lees of Coca-Cola. Maar ook uit hun huismerken. Picnic maakt gebruik van de Super En daarom kun je ze ook de huismerken van gewoon en perfect aanbieden. En die zie je dan ook terug in de app. Het enige wat Picnic op dit moment mist, vind ik, zijn kratte bier. Je kunt daar wel 6-packs uh, of 12-packs voor bestellen. Maar kratte bier zijn op dit moment niet mogelijk. En zover ik heb begrepen, zal het ook in de toekomst niet mogelijk zijn. Waarschijnlijk vanwege het gewicht en de bezorging. Wat Picnic wel heeft, zijn elke week wekelijkse aanbiedingen. En ze hebben ook stapelkorting. Stel nou dat je sommige producten bestelt, zoals sinaas uh, of gehakt in ons geval. Uh, op het moment dat je het tweede product van hetzelfde product toevoegt, krijg je op het tweede product 10 cent korting vaak. En dit gaat zo door bij de derde, vierde, vijfde, noem maar, maar op. Ik denk dat ze hiermee willen motiveren dat mensen vaak snellere dingen tegelijk bestellen. En dit is vaak een extra mooie korting die je mee kunt nemen. Over korting gesproken, het assortiment is vaak koper dan bij de concurrenten bij Albert Heijn en Jumbo. Daar heb ik het dan mee vergeleken. En Picnic zegt zelf ook dat ze altijd de koopste zullen zijn. Soms zijn de producten een stuk koper En soms hebben ze dezelfde prijs als bij de Albert Heijn of de Jumbo. Maar ze zullen nooit duurder zijn. Ik heb zelf zeven producten gekeken en het waren onder andere de volgende producten: Ik heb gekeken naar Optimal, Waza, Kuppensoep, Lace Bugles. Coca-Cola, restaurant, pizza en wc eend. En je kunt dan zien dat bij Picnic de prijzen het laagste zijn. En dan komen uit op 11,93 euro. Bij Albert Heijn is het 12,78 euro. En bij Jumbo is het 12,44 euro. En dit geldt dus op deze producten, want die hebben we kunnen vergelijken. De Jumbo biedt ooit andere pakketten aan. Grotere tubes standpasta of six-packs cola in plaats van four-packs. Waardoor het moeilijk te vergelijken is. Maar over het algemeen zul je merken dat de prijzen bij Picnic dus altijd. Uh, het goede koper zijn en maximaal eigenlijk hetzelfde betaalt als bij een andere supermarkt. Als je vervolgens door het assortiment heen scrolt of bladert, net hoe je het wil noemen, dan kun je door eenvoudig te klikken op het product uh, artikelen toevoegen aan je winkelwagen. Je kunt ook op het informatie-icoontje klikken, dan zie je meer informatie over het product en daar kun je ook producten toevoegen. En als we dan naar de winkelwagen gaan, dan hebben we eigenlijk een duidelijk overzicht van wat erin zit. Uh, hoeveel producten van iets. Er staan foto's bij, je ziet bedragen staan. Ook eventuele kortingen die verrekend worden zijn direct zichtbaar. En onder deze producten staat het statiegeld. Het statiegeld bestaat uit twee dingen. Ten eerste het statiegeld van de flessen. Stel je doet frisdrank of bier bestellen. Dan heb je dus het statiegeld van deze flessen. En ten tweede heb je ook het statiegeld van de plastic tas waarmee zij het bezorgen. Al je producten komen namelijk in tassen binnen, verdeeld per categorie. Dus, um, Dingen voor in de voorraadkast zitten, in een tasje. Voor de koeling zit in een andere tas. En voor, het, uh, voor de diepvries zit ook weer een andere tas. En al deze tassen samen, daar betaal je 35 cent voor. Wanneer ze nou de volgende keer komen, dan geef je deze tassen mee, inclusief je staatsgeld van de flessen. En dan krijg, wordt het staatsgeld verrekend in je volgende bestelling. Als je tevreden bent over je winkelwagentje en de, die producten wil bestellen, dan klik je bovenaan in het scherm. Uh, kies je een bezorgmoment. Het is afhankelijk van waar je woont op welke momenten ze komen. Zo kan het zijn dat ze in het weekend wat later op de middag komen. En in het begin van de week wat vroeger op de middag. Op die manier kun je dus uh, kijken welke. Tijd en dag is jou het jouw beste uitkomt. En komen ze niet dus altijd s'avonds, maar ook op sommige momenten s'middags. En als je dan je bezorgmoment hebt gekozen en tevreden bent, dan klik je onderaan in het scherm op betalen. Je gaat dan naar je eigen bankapp en via Ideal betaal je de bestelling, waarvolgens die gereed is en dan wordt je bestelling verwerkt. Op dat moment is het wachten tot het picknick uh, gaat beginnen met de bezorging. En op de dag zelf ontvang je ochtends nog een bericht over wanneer ze nou precies komen. Je hebt van tevoren een tijdvenster aangegeven en dit gaat vaak op, uh, een tijdvenster van een uur, bijvoorbeeld tussen half zes en half zeven. S avonds, maar 's ochtends krijg je dan een appje en daar hebben ze al iets meer preciezere tijd van wanneer ze komen. Dan is de route bekend en kunnen ze zeggen: Van we zijn er tussen 10 voor 6 en 10 over 6. Waardoor je niet het hele uur thuis hoeft te zijn, maar eigenlijk alleen die 20 minuten. Op het moment dat ze gaan bezorgen, rijden ze vanuit hun eigen distributiecentra uh, met elektrische auto's naar jou toe. En op dat moment krijg je ook een melding. Uh, ze zeggen dan van we zijn aangereden, en je kunt dan de boodschappenradar volgen, zoals hun zeggen. Daarmee kun je eigenlijk bijna real-time de locatie van het wagentje volgen en zie je welke stops die nog moet maken voordat die bij jou is. En je kunt daar ook zien welke precieze tijd ze nog verder verwachten. En zo kun je eigenlijk nog preciezer inschatten wanneer Picnic bij jou voor de deur staat. Op het moment dat Picnic bij jou in de straat is, dan kreeg je vroeger nog een melding. Ik weet niet of dat nou nog steeds het geval is, maar meestal bellen ze dus gewoon aan. Ik woon dan toevallig op 5 hoog in een appartement, dus bij mij gaat de telefoon binnen over ze zeggen van we zijn picnic ik laat ze binnen en ze komen gewoon naar vijf hoog en daar zetten ze de spullen neer vroeger liet ik dit bij de voordeel doen maar tegenwoordig laat ik dit in de keuken neerzetten omdat het veel makkelijker is ze zijn heel erg vriendelijk en behulpzaam en vragen altijd of alles netjes naar wens is geweest en dat is eigenlijk altijd nog het geval geweest en dat is ook een belangrijk punt hun service want de bezorger is eigenlijk het enige contactpunt dat je met picnic hebt want verder loopt alles via de app nou kan ik zeggen dat het na 29 keer bestellen eigenlijk altijd goed is gegaan er zijn eigenlijk twee kleine opmerkingen die ik heb vorige week hebben we een keer gehad dat bezorger net aan de verkeerde kant van de auto de producten had gepakt waardoor we dus de verkeerde producten kregen maar daar kwam eigenlijk al vrij snel achter toen hij nog binnen stond en toen hebben we dus samen even de producten in de wagen omgewisseld dat was eigenlijk een kleinigheidje dat kan gebeuren en we hebben ook ooit gehad dat de producten op waren op het moment dat je ze toevoegt aan je winkelwagen krijg je eigenlijk altijd een inschatting of het product er wel of niet is dit kan namelijk zo zijn dat op een zondag de producten niet altijd beschikbaar zijn zeg maar. maar meestal weet je dit direct we hebben een keer meegemaakt dat het ochtends pas bekend was en en ging toen over gehakt. Ik geloof 600 gram. Die bleek er toen niet te zijn. Daar kregen we een, een product als vervanging voor. Een pakje van 300 gram. En dat product werd dan gratis geleverd. En dit pakje van 600 gram werd dus eigenlijk van je rekening afgehaald. Dus dat is wel een mooie service. De keren dat het mis mocht gaan, dan ligt het eigenlijk altijd aan hun. Omdat je van tevoren hebt kunnen bestellen en hun hebt, hebben kunnen inschatten. En aangezien het dan zo'n fout is van hun, verreken ze het product. En krijg je in ieder geval een gratis vervangend product. En dat is denk ik ook wel een belangrijk punt van. Uh, van hun service. Ze moeten het vooral hebben van mond-op-mond -mond reclame. De laatste tijd doen ze wel veel via social media. Je ziet het veel op Instagram of Facebook voorbij komen dat ze bezorgen bij jou in de wijk bijvoorbeeld. Maar het grootste gedeelte is toch echt van mond-op-mond -mond reclame. Ik was een van de eerste klanten hier in de in de stad. Ja het is me heel erg goed bevallen. En daarom raad ik het ook telkens vrienden van mij aan. En ik denk dat dat een belangrijk punt is van hun de mond-op-mond -mond reclame. Daar moeten ze het vooral van hebben. Want tevreden klanten, die, ja, die vertellen het hun vrienden, zoals in mijn geval. En daar krijgen ze heel veel nieuwe klanten door. En zoals gezegd heb ik dus ook een kortingscode. Uh, kortingscode RUT2523 kun je gebruiken bij je eerste bestelling. Dan krijg je 5 euro korting. Deze is voor maximaal 50 mensen geldig. Dus zorg dat je er snel bij bent. Dan krijg jij 5 euro korting. Maar ook ik ontvang dan 5 euro korting op mijn volgende bestelling. En dan zijn we aangekomen bij de conclusie het einde van deze video. Um, ik ben ooit begonnen met picnic omdat ik het een keer wilde proberen. Ik wist dat het naar deze stad zou komen, dus ik had me al vrij snel ingeschreven. en Ik stond vrij vooraan op de wachtrij en toen het eenmaal uh, één keer heb gehad is, het eigenlijk goed bevallen. En sindsdien heb ik het bijna wekelijks op het moment dat we boodschappen nodig hebben, maken we gebruik van picnic. Zoals gezegd, het is natuurlijk heel erg interessant voor ons met z'n tweeën, omdat we niet heel veel boodschappen nodig hebben. Vaak zitten we zo rond de 30, 35 euro en picnic komt dan in ieder geval thuis bezorgen en ook nog eens gratis. En het is gewoon heel erg makkelijk om dit vier. De app te doen op het moment dat er iets door de week op is, voeg je het alvast in je winkelwagen toe en op het weekend, op vrijdagavond of zaterdagavond doen we vaak onze winkelwagen bekijken, nog wat dingen toevoegen en dan bestellen. Maar heel veel producten die door de week dus op zijn dan waar je dan aan denkt, kun je alvast toevoegen in de winkelwagen en vervolgens klaar te zetten in je winkelwagen om te gaan bestellen in het weekend in ons geval. En dat is gewoon heel erg makkelijk. Het bespaart heel veel tijd, omdat je tussendoor snel dingen kunt doen. Of terwijl je op de bank ligt en dan dingen denkt en tv kijkt, kun je ondertussen je winkelwagentje vullen, een bezorgmoment kiezen, betalen en gewoon wachten tot Picnic langs komt. Dan gebruik ik Picnic voor bijna al mijn uh, boodschappen. Ooit ga ik nog wat bier halen als ze in de aanbieding zijn, bijvoorbeeld. Of andere aanbiedingsproducten zoals soep, die ik heel veel kan halen, of de tandpasta. Dat zijn aanbiedingen namelijk die lang houdbaar zijn en waar de aanbiedingen vaak heel goed zijn in supermarkten. Dus voor dat soort dingen ga ik nog wel naar de fysieke supermarkt. Maar de rest gaat eigenlijk allemaal via Picnic, omdat ik gewoon heel erg tevreden over ben. En dat is dan eigenlijk ook de conclusie. Um, zeker probeer het een keer, zou ik zeggen. Zeker met mijn kortingscode RUT2523 is het gewoon heel makkelijk om te proberen. Want je krijgt direct 5 euro kort. Dus dat voordeel heb je alvast. Maar je zult merken, denk ik, in ieder geval. Dat, uh, dat is mijn ervaring. Dat het gewoon heel erg makkelijk werkt. Zowel de app en de bestelling doen als het moment van bezorgen. En de producten zijn zelf vaak heel goed. Hun service Romain is goed. Dus ik zou zeggen, probeer het gewoon een keer. En mocht het nou niks blijken, ja, dan weet je dat in ieder geval. Maar gezien hoe Picnic groeit en wat ze aanbieden, denk ik dat het jou ook gaat bevallen. Tot zover deze video. Bedankt voor het kijken. Uh, normaal maak ik dus, zoals gezegd, twee video's in de week over persoonlijke financiën, investeren en beleggen en passief inkomen. Zijn dat onderwerpen die jou interesseren? Abonneer dan op dit kanaal. In dit geval was het een andere video, maar ik denk dat het ook interessant was voor mijn kijkers. Omdat je in ieder geval tijd en geld kunt besparen. Vond je het een leuke video? Geef even een duimpje omhoog. Vond je het wat minder? Geef even een duimpje omlaag. En laat ik in de reacties onder deze video weten waarom je het goed of minder goed vond. Dan neem ik jouw feedback weer mee in de volgende video. Je kunt me ook volgen op Instagram, at eenpassiefinkomen. Daar maak ik veel extra content, zet ik daarop: foto's, soms video's of stories. En heb ik ook meer interactie met mijn volgers. Ik stel jullie vragen. Daardoor heb je eigenlijk invloed op wat er in de volgende video's te zien is. En dan zie ik jullie graag in de volgende video weer terug.